Wat is er nou mooier dan een sieraad? En het vieren van een jubileum doe je met een sieraad. Gezellig. Ben welkom. Ja, fijn dat je er bent. Ja, spannend nu om het echt te zien. En het feit dat dus deze sieraden nu allemaal hier vanuit de Hermitage en hier nu zeg maar in een andere context weer getoond worden, ja, is gewoon een feest om te zien. Hoe fijn. Ja, beeldschoon. Dit was voor mij een inspirerend object, gewoon dat het dus heel fijn papier-mâché is. Dus de combinatie tussen het zeg maar alledaagse materiaal versus de combinatie van de hele fijne diamanten die er omheen zitten. En hetzelfde is met een jurk waar borduur op zit. Het komt tot leven als je er omheen danst. Maar ook gewoon even naar de detail kijken en even inzoomen op het werk en het vakmanschap wat er geleverd is door die mensen. In periodes dat, ja, nog niet, ja, wat we nu hebben, zoveel meer dingen en zoveel meer technieken, maar dat die verfijning toen mogelijk was en dat die dingen konden, is voor mij nog steeds onvoorstelbaar. En ben ik heel blij dat er heel veel mensen als musea zijn die dus zorgen dat we dit nog mogen zien en kunnen zien.